Nou, zolang er nog wat licht is, een impressie van de status van PI3XTV. Even uitleggen wat het allemaal is. Dat is de 2 meter apparatuur. Dat is het interface puntje voor 2 meter. Dit is de voeding. Dit is de Echolink server. Dat is een Raspberry Pi. En dit is het diestal gedeelte van 70. Het transceiver FT7900. Ja, man, dat moet je er niet mee. Oh jee. Wat is dat? Oh jee, heb je wat te vertellen? Ze weet het beter. Dat is dus het transceiver, dat is het modem. Een beetje een ouderwetse DVR-PTR. En dat is de Raspberry Pi die D-Star aansluit. Daar zit nog iets bijzonders op, want er zit ook nog een DV-megapuntje op met een antennetje. Dit als ding niet in D-Star staat, heb je nog een privé-hotspot. Maar goed, de zaak is flink uitgebreid. Ja, de draden is nog niet weggewerkt of netjes opgerold, want er gaat nog een hoop veranderen. Het is wel weer een extra blower die nu aanstaat. Dus, maar goed, het werkt.